de mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie wat tips geven over hoe je YouTube-kanaal groeit en hoe ik dat heb gedaan. En aan het eind van de video geef ik jullie één gouden tip om je eerste, laten we zeggen, 30 à 50 subscribers te krijgen. Maar dat aan het einde, laten we eerst beginnen met het begin. Oké, dus ik ben tijdens de lockdown begonnen met uploaden, filmpjes maken, omdat iedereen dan toch genoeg tijd heeft. Dus toen heb ik heel wat video's opgenomen en dat ging een beetje. Het lukte me zelfs om tijdens de pandemie tot zelfs 1500 of 2000 subs te groeien, wat echt gek was. Ik groeide toen ook heel hard met 600-700 subs per maand. Dat is nu al niet meer het geval, omdat ik... minder tijd om te uploaden en mensen hebben gewoon minder tijd om weer te kijken. Maar er is een nieuwe lockdown aangekomen, dus ik upload nu weer dagelijks. En dan komen we meteen even aan bij mijn eerste tip. Probeer consequent te uploaden. Elke dag, elke week. Probeer gewoon zoveel mogelijk video's te uploaden, oké? Probeer zo vaak mogelijk gewoon te uploaden. En probeer wel consequent te zijn. Dus probeer niet één week 10 video's en een andere week 2 video's. Probeer gewoon consequent 5, 6, 5, 2 video's. Maar dat is dus mijn eerste tip. YouTube algoritme houdt ervan als mensen consequent uploaden. Oké, tip 2. Oké, als er een trend is, dan kan je proberen er snel een video over te maken. Kijk, ik ga niet zeggen hoe dat moet, want ik doe het zelf ook. Maar als er een trend is, is het misschien handig om een keer te kijken of het leuk is om een video over te maken. Want een trend wordt vaak snel veel opgezocht. Dus zo kun je wat views binnenharken. Wat ik wel zeg is, wees niet te clickbait. Dus als mensen op je video klikken met een verwachting, moet je hun niet teleurstellen. Want ik heb wel van die video's waar ik niet zo trots op ben. Van hoe krijg je Leon, hoe krijg je ze, al die video's. Alleen het punt is, ik geef daar wel iets. Ik geef ze tips over hoe ze Leon krijgen. Ik ben niet een of andere scammer die zegt, open 3 blauwe dozen en dan krijg je iets. Of open dit, open dat. Ik probeer mensen te helpen. Dus dat is ook een tip voor jullie. Probeer altijd oprecht te zijn tegen je kijkers. En, dit is heel belangrijk, kijk naar jouw content. En kijk zelf en denk, zou ik dit leuk vinden om te kijken? Dan leer je heel veel van om te kijken naar je eigen content en te zeggen van, is het leuk om te kijken? Is het goed? Is het slecht? Is het goed? Oké, dit is de laatste tip voor mijn gouden tip om de eerste 50 subs te krijgen. Termen als hoe gaat het? Hoe doe je dit? Of hoe krijg je dat? Doen het altijd heel goed op YouTube. Dus als ik jou één tip mag geven, kijk eens naar die termen. Kijk wat veel wordt opgezocht. En hoe je dat kan zien is door eigenlijk ook één van de twee gouden tips. Door TubeBuddy te gebruiken. Dat is een gratis app waarmee je kan zien hoeveel iets wordt opgezocht op de computer. Kijk, je hebt wel een computer nodig, maar dan kan je superveel zien. Het is super nuttig en het is gratis. Je hoeft niet de pro-versie te downloaden. Je kan al heel veel met de gratis versie. Dus dat is al tip 1 van mijn gouden tips. Mijn tweede gouden tip is om een klein beetje een audience te beelden is... comment onder een paar YouTubers in jouw niche, in jouw, gewoon in jouw groep. Er zijn namelijk YouTubers in jouw groep die, ik zeg maar wat, stel je bent een fitnesskanaal, dan comment je onder een van de grootste fitnessmensen. Stel je bent een gamingkanaal, dan comment je onder een van de grootste gamingmensen. Als je een comment achterlaat, moet je proberen een topcomment te krijgen of een redelijk veel gelikte comment. Dus wat je dan doet is proberen zo snel mogelijk als er een nieuwe video van die persoon uit is, een comment achter te laten. Je kan die misschien al van tevoren afmaken, maar misschien is er in die video iets en dan kan je daarop anticiperen. Dus wat je bijvoorbeeld doet is zeg maar van, oh, deze video is leuk, ik hou veel van je content. Trouwens, ik ben net een YouTube kanaal begonnen dat een beetje lijkt op dit kanaal. Zou je mij wat feedback kunnen geven of wat vind jij ervan? Als je tijd over hebt, check het zeker even uit. Deze manier wordt regelmatig gebruikt en zo komt hij ook niet echt over als zelfpromotie, want dat is ook niet de bedoeling. Ik ga je eerlijk zijn, iedereen haat zelfpromotie of sub voor subs onder video's, maar... Zo komt het niet over als zelfpromotie en is het eerder een beetje een eerlijke comment. En ik zou zelf zeggen dat als je je eerste subs wil krijgen, is dit sowieso de beste manier. Ah ja, één ding, sub voor sub heeft echt geen nut. Want het punt is, met sub voor sub, je hebt er niks aan. Het is wel een abonnee, maar geen view of geen actieve kijker. En je hebt niks aan mensen die geabonneerd zijn, maar niet actief kijken. Dus dat is mijn laatste tip. Doe alsjeblieft niet sub voor sub. Oké, dat was het voor deze video.